Run Run, Barry Swartz. De vier Danny Terzijpen en Tom Kooijman. De vijf Cover Call WS, Ronald Hauber. Nummer 6 Dutch Dynamite, Bas Krebas. 7 Crown Dream, Rick Ebbingendag, Greenline Promise, Dennis Minima. 50 meter nog. 30 meter, start gevallen. De paarden zijn gestart voor de derde koers, de Novemberprijs. Als laatsten beginnen aan het karwei Dreamline Promise en Dutch Dynamite. En na de start is het Did You Call My Name die de leiding heeft genomen. De Do Run Run op de tweede plaats. En derde is Challenges en zo gaan we dan de eerste bocht in. De Do Run Run neemt de leiding over. Op de tweede plaats is het daarachter dan Did You Call My Name. Op de derde plaats Challenges en vierde op enkele lengte Crown's Dream. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. Wat verder weg hebben we dan Danny Terzijpen, die gevolgd wordt door Cover Call WS. En aan de start van het veld liggen dan Dutch Dynamite en Dreamline Promise. En de deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. En daar komt alweer een positiewisseling. Challenge S die neemt de leiding nu over. Dus Challenge S die heeft eventjes de leiding. Maar daar komt aan de buitenkant Crown Dream naar voren. En Crown Dream die gaat met een lengtevoorsprong op Challenge S richting laatste ronde. De Do Run Run is derde en op de vierde plaats volgt dan Did You Call My Name. De vijfde plaats daarachter is voor op dit moment aan de buitenzijde opkomend de nummer 6 Dutch Dynamite. En achter Dutch Dynamite volgt Cover Call WS. Dan is het Danny Terzijpen. En aan de start van het veld nog altijd Dreamline Promise. En die is in het gezelschap van Dutch Dynamite dus. En de deelnemers komen de bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Hebben nog 1000 meter af te leggen in de Novemberprijs. En de leiding is voor Crown Dream. Crown Dream, twee lengte voorsprong, Challenges is tweede. Derde aan de buitenzijde, Did You Call My Name. En vierde aan de binnenzijde, de Do Run Run. Daarachter volgt Cover Call WS. Die wordt gevolgd door Danny Terzijpen. Met een lengte daarachter dan de nummer 8, Dreamline Promise. En laatste is nog altijd Dutch Dynamite. En de paarden zijn langs het laantje van Jochems gekomen en trekken richting laatste bocht. Met nog altijd Crown Dream als koploper. Crown Dream heeft een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het Did You Call My Name. En daarachter, we zien nu een galoppade trouwens voor Cover Call WS. Uitgeschagen paard nummer 5. 5 galop. Derde positie is voor Challenges. Vier aan de buitenzijde de Do Run Run. En daarachter komt dan aan de buitenzijde nu naar voren Dreamline Promise. Laatste rechte lijn is bereikt. We hebben nog 400 meter koers voor de boeg. Met nog altijd Crown's Dream en Rick Ebbingen. Crown's Dream, anderhalf, twee lengte voorsprong. Op de tweede plaats Did You Call My Name. De derde plaats aan de buitenzijde opkomend de Do Run Run. En daartussendoor Challenges. Die gaat naar een effectieve derde plaats. En die gaat zelfs nog competitief worden. En we zijn in de laatste 200 meter. En het is Crown's Dream die leidt. Crown Dream heeft anderhalve lengte voorsprong. Maar Challenges komt dichter en dichterbij. Kijk aan de buitenzijde naar de nummer 6. Dutch Dynamite die vliegt. En die komt ze allemaal voorbij. Dutch Dynamite in de foto met Challenges. En daarachter op de derde plaats dan Crown Dream. Too close to call. De rechter heeft het laatste woord. En de uitslag is nu wel officieel, dames en heren. Dutch Dynamite, de winnaar. De driejarige zwart-bruine hengst van Straussie uit Uriana Dijkhoeve. Gevokt door en in bezit van Stal Dynamite. Trainer en rijder is Bas Krebas. Nou, dynamiet was het zeker, vooral op het laatste stuk. En een moordendijnschot ging Dutch Dynamite ter zege in 1-20-9. Bloemen worden uitgereikt aan Bas Krebas. Hij wint hier met Dutch Dynamite. Paard wil niet echt stilstaan en dat respecteren we, dames en heren. We vragen uw applaus bij de herenronde voor de winnaars Dutch Dynamite en Bas Krebas.